staan hier vandaag bij een groot trappenevenement in Snow World. En er komen heel veel klassen vandaag kijken. En we gaan natuurlijk eventjes kijken en een rondvraag doen om te kijken wat er allemaal gebeurt hier. We zijn zo bij jou terug. Jouw taak hier van vandaag. Wat ik moet doen is, alle scholen die komen vandaar aan en die leggen hier even uit met de microfoon wat er staat te gebeuren. En dan moeten ze door de boog naar de berg, dat ze de trappen op moeten en het pad naar beneden. En dat ze vooral niet moeten vergeten om die prijzen op te halen. Dat is mijn taak. Want dat is wel belangrijk vandaag. We hebben toen net ook te maken van de bekers gedaan. Echt een mooie editie toch? Ja, het is tot nu toe qua weer. Qua aantallen, want we hebben 1400 deelnemers. En ook nog eens qua prijs is het absoluut de mooiste editie. Ja, en heel veel artiesten, hè? Ook bij ons op de radio straks. Maar wat gaat er vandaag nog verder gebeuren? Worden al een record aan trappen? Hoeveel verwacht jij om de scholieren op de berg te gaan? Ik denk dat er wel 4000 keer omhoog gaat. En ik hoorde dat Frans Steunis om 12 uur komt. Ja, dat allemaal hier nog bij de trappen de hele dag door. Ik kom mijn dochter aanmoedigen. Oké, en hoeveel keer is ze al de trap op? Het is nou de tweede keer naar boven gegaan. Zo, vanochtend, welkom terug. Wat moet ik hier eigenlijk dadelijk doen? Jij mag dadelijk de groep gaan wegstarten, die zo meteen gaan lopen. Daar gaan ze al. Oké. Ja. Yay! Dankjewel. Ja, en over deze kinderen, allemaal een beperking. Hoe knap is het om die berg allemaal omhoog te gaan? Ja, maar dat is ook geweldig te zien. Om eens een keer mee te maken met zo'n evenement. Want ja, bij een sportclub sponsor je ook wel. Maar dat zijn meestal tenues of noem maar op wat erbij komt kijken. Maar hier is dus een heel ander evenement. En hoe blij die kinderen zijn dat ze hier die trap. Ik sta nu op 1/3 hoogte volgens mij. Ik vind het hoog genoeg eerlijk gezegd. Ja. Ik vind het heel knap dat die kinderen dat allemaal de gelegenheid krijgen om deze marathon voor hun ook te lopen. Bij nog iemand en vertel eens, hoeveel keer ben jij al de trap op? 11 keer. 11 keer, ben je nog niet moe? Hartstikke, zo. Wil je nog meer keren de trap op of blijf het hierbij? Ik wil zeker weten de volgende keer de trap lopen. Ja, we hadden ook al een record, hè, tot ze hier de trap omhoog. Maar jullie doen het al heel goed, hè? Ja, wij gaan niet voor zoveel mogelijk, maar voor zo groot mogelijk met het hele team. Eén team, één taak, zeggen wij altijd. En dat vinden we het allerbelangrijkste. Ja, dat zeggen wij ook altijd bij onze Coram Media, bij Optibies. Hoe vaak doen jullie al met deze school daaraan mee? Goeie vraag. Meer dan 2-3 keer. Maar ik werk er pas, dus dat weet ik niet zeker. Heel veel plezier nog. Zet hem op. Ja, tot dadelijk bij de finish. Alle jongens en meisjes van Kraal, ik hou van jullie. Al je goed, hè? Hey! Oh! Met Danny Powels. En Danny, wat kom jij hier vandaag doen? Ik kom vooral kijken wat het hier voor een geweldig evenement is. Met zoveel kinderen, alle soorten mensen van kerkraden, van heel landkap. Je kunt er nog niet zo gek bedenken. Mensen met een beperking, lichamelijk, geestelijk. Mensen die in het dagelijks leven goed functioneren. Iedereen komt hier samen. Ja, dat is mooi om te zien dit. Ja, en hoeveel keer ben jij al de trappen op geweest, als ik mag vragen? 4. En dat is ook goed geweest. Wat een prestatie zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Elke keer dat mensen gaan, eentje is al mooi. Hè. Dus sommige mensen die doen het super. Ik weet niet hoeveel ze omgaan. Ja, heel erg bedankt voor je tijd. Dankjewel. En Coram Media,
blijf doorgaan, want jullie zijn de beste.